Het is woensdag 6 september 2006 en ze zijn bij de Bogaard begonnen met de sloop van de huisjes. Ik zou al wekenlang zou ik de huisjes filmen zoals ze waren, maar ik was nu te laat. Dus ik heb nu nog wel het een en ander kunnen filmen. Sommige huisjes die nog een klein beetje intact waren. Ook het huisje waar wij in vertoefd hebben nadat wij brand gehad hadden vorig jaar. Maar nu is definitief de sloop begonnen. En ook dat prachtige gebouw achter ons zal op korte termijn helemaal verdwijnen. En dat is erg jammer. Vooral omdat we weten dat er straks 5 flats komen van 13 hoog. En daar is eigenlijk geen van de bewoners hier is daar erg blij mee. Ik zou zeggen, kijk naar de video en de beelden spreken voor zich.